Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van Sportcafé Rivierenland. Samen met sidekick Gert Jacobs, hebben we er zin in? Ja, ik altijd, zeker. Heeft het publiek er zin in? Ja! Nou, klonk dat enthousiast of had je zoiets van, nou dat kan gekker? Nee, dat klonk heel enthousiast. Dat zit helemaal goed hier. Zo. Ja hoor. Een bomvolle show, we praten onder andere met de man die hier al zit. En dat is Frits van den Berg, de trainer van TSC. Tiel Strots, zo mogen we dat wel zeggen. Mogen we zeggen, ja, absoluut. Hey, het seizoen is afgelopen, staat op het punt om weer te gaan beginnen. De tweede divisie. Ja, de tweede divisie, dat wordt een hele leuke uitdaging. De beste 7 van de zondag, de beste 7 van de zaterdag. Dat is al sowieso niet misselijk. En dan komen er ook nog 4 tweede elftallen bij, belofte elftallen van BBO's. Ja, is al bekend welke dat worden? Ja, dat is bekend. Dat is Sparta, dat is Vitesse, dat is FC Twente en Utrecht. Dat is pittig, hè? Dat wordt pittig, wordt mooi. Jij bent nu 1 seizoen aan de slag hier in Tiel. Ja. Hoe is je dat bevallen? Ja, ik ben met mijn neus in de boter gevallen, denk ik. Het is je aan te zien. Ja, het is, als je een goede selectie onder je krijgt, dan is het eigenlijk heel makkelijk werken. Maar je moet alleen de poppetjes op de goede plek zetten. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En als je dat doet, dan kun je eigenlijk met een elftal kun je dus hoog eindigen. En dat is gebleken, want uiteindelijk zijn we op een keurige tweede plaats geëindigd. 1 puntje achter Linden. Ja, maar dat klinkt wel makkelijk, hè? Ja. Je zegt van, ja, poppetjes op de goede plaats zetten. Maar ja, volgens mij is het wel ingewikkelder, toch? Het is iets ingewikkelder, alleen ik probeer het eenvoudig uit te leggen. Dus als je niet de rare dingen doet, hè, wat we gisteravond ook weer gekeken hebben. Ik zit natuurlijk ook als liefhebber te kijken naar België. En dan zie ik de Bruyne zie ik op rechts spelen en ik zie Hazard op links spelen. En ik denk, ja, sorry Wilmots, maar dat doe je niet goed. Ja, blijven Belgen natuurlijk. Blijven Belgen. Ja. En dat is op zich jammer, want het elftal aan zich is goed. Ze hebben hele goede spelers. En jij zegt, het elftal is goed. Ze hebben goede spelers, maar dat is nog niet dat je een goed elftal hebt. Ja, maar ze hebben ook geen Vincent van den Berg natuurlijk. Nee, ze hebben Wilmots. En ik neem aan dat een goede trainer is, want anders zou die daar al niet zo lang zitten. Dus ik denk wel dat hij weet hoe het allemaal moet. Alleen soms heb je van buitenaf heb je krachten die opgeroepen worden om mensen op een plek neer te zetten, om mensen ook tevreden te stellen. En daar moet je mee uitkijken. Als je mensen maak je dat ook in Tiel al mee? Ja, soms ben je geneigd om dat wel eens te doen, maar daar pas ik voor. Dat doe ik niet. Tevreden. Hey, er zijn verwachtingen, hè? Want Tiel wordt hartstikke verwend als het gaat om het voetballen met TSC. Ja. Volgend jaar die tweede divisie. Wat kan Tiel in de regio verwachten? Ja, dat is moeilijk te voorspellen. Want ik kan natuurlijk, ja, vast vorig jaar ook. Maar eigenlijk moet je pas gaan voorspellen als je een aantal wedstrijden onderweg bent. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Ik heb 7-8 wedstrijden hadden we gespeeld. En op een gegeven moment denk ik bij mezelf, we spelen gewoon goed voetbal. En we zijn eigenlijk in de spelopvatting en in de manier van voetballen, zijn we eigenlijk gewoon fris. Ja, en het team blijft bij elkaar. Het team is bij elkaar gebleven, blijft ook bij elkaar. Ja, want het is eigenlijk heel raar, spelers die weg mogen, omdat we eigenlijk dat ze niet goed genoeg zijn, die willen gewoon blijven. Ja, dat is wel een goede zaak. Maar pas je ook nog iets aan je selectie? Is die hetzelfde als vorig jaar? Nee. Heb je met meer spelers te maken volgend jaar? We hebben meer spelers. We hebben echt spelers erbij gehaald. We hadden een aantal posities waarvan ik vond dat we versterking nodig hadden. Ik vond ook dat onze selectie te smal was. Met name, te weinig, achter, met te name weinig achterin, hè? En wat is dan te weinig? Nou, te weinig aantallen. Ja, maar en hoeveel noemen ze nou? Als je nu gaat naar, we hebben nu een selectie gehad van 21, 22 mensen. Dan praat je over 3 keepers. Ja. Dan heb je 18 spelers. Nou, als je op een gegeven moment blessures en schorsingen krijgt, dan hebben we dus gehad, hè, dat we op een gegeven moment al van de velden moesten gaan oproepen, die mensen 41 jaar. Ja. Ja, en komend seizoen, met hoeveel spelers werk je dan? We hebben nu sowieso de selectie uitgebreid tot 36, maar dat moet ik bijzetten. 36. Ja, 36, maar daar moet ik bij zeggen. Daar zit dus een jongere groep bij. Dus we hebben volgend jaar een pilot, volgend seizoen, met een jongere elftal. Dus een soort tweede elftal, een belofte elftal. Daar zitten dus heel veel jonge jongens in de leeftijd van 18, 19, 20 jaar. Maar die jongens die hebben ook speelminuten nodig. Ja, die moeten gaan wedstrijden gaan spelen. Dus we zijn. Ga je die inpassen meteen in het eerste? We gaan proberen om een competitie op te starten met omliggende verenigingen. Ik heb onder andere contact met Dovo en GVV. Die spelen al in zo'n jongere competitie. En we gaan kijken of we in die competitie mee kunnen gaan doen. Volg jij zelf ook nog jongere spelers? Ja, ik volg heel veel jongere spelers. Ik heb je net verteld het verhaal van jongens blijven volgen in ontwikkeling. Ja. Ja, ik ben in mijn 14 jaar dat ik bij Vitesse heb getraind, heb ik mijn hele scoutingsboek en mijn talenten staan erin. Dus we hadden elk jaar 100 spelers op te leiden. Hè? En uiteindelijk aan het einde van de rit, als de piramide klaar is, dan breekt er 1 of 2 breken erdoor. Dat is de praktijk. Dus er valt er 98 af. En die 98 die komen ergens terecht. Ja.
En die kunnen terechtkomen bij FC Breukelen, of bij Valleivogels, of bij Scherpenzeel. En uiteindelijk als je zegt van ja, ik ga ze niet meer volgen, dan weet je ook niet waar ze blijven. Nee. Dus ga nou die jongen volgen. Hè? En Marco Vrinken hoef je niet te volgen. Nee. Want die komt uiteindelijk vanzelf bovendrijven. Maar ja, er is misschien ook wel een andere Verginkel die een neefje van hem is die aardig voetballen kan. En zo heb je er nog genoeg in portefeuille zitten? Ja, ik heb wel een aardig zicht op, ja. Hey, ik wil eigenlijk horen wat we volgend jaar nou gaan doen in Tiel. En dan hoef je niet te zeggen we gaan kampioen worden of nee, we gaan ook gaan handhaven. Maar nee. Kijk, het is natuurlijk heel simpel, hè? We gaan verrassen. Dus dat betekent dan insinueer je dat je met die top 5 mee wil gaan doen? Ja, we gaan verrassen, omdat ik denk dat we op essentiële posities betere spelers hebben gehaald. Je doet mij ook verrast dat je nou Linde gewoon verslaat. Linde was er wel een verhaal. Daar heb ik nog ziek van, hoor. Ik moet eerlijk zeggen, maar ik heb toen de tijd heb ik ook gezegd, dat was de wedstrijd van de mannen tegen de jongens. En dat was ik, hoor, die dat zei. Was jij, hè? Nee, maar ik denk dat volgend jaar helemaal leuk wordt, hoor, met Hans Kraaij daar. En dat wil ik wel meemaken dan. Ja, maar ik denk dat ik ook gegooid met mijn jasje dan. Je wint. Frits, één ding moeten we even afspreken. We gaan niet nog een keer daar verliezen. Dat kan echt niet, hè? Nee, maar goed, Hans Kraaij komt terug bij Linde. En dan is de verwachting vaak heel erg groot. Ik hoop dat het Hans lukt, maar ik heb daar niet zo'n goed gevoel van om terug te komen bij een club. En waarom niet? Ja, omdat ik dat zelf ook wel eens gedaan heb. Wat is dan, zeg maar... Je verwacht bepaalde dingen terug te zien. Er zit iemand recht tegenover me, die zit ja te knikken. Je weet ook, die werkt ook in de voetballerij. Dus die heeft dat ik in de gaten. Als je terugkomt bij een club waar je gewerkt hebt, dan moet je er echt 100% van overtuigd zijn dat je weer op nul kunt beginnen. Mm-hmm. Nul. Maar je verwacht weer... Je verwacht altijd andere dingen terug. Mag ik één voorbeeld noemen? Ja, natuurlijk. Ik zal zonder een club te noemen. Maar ik ben wel eens bij een club teruggekomen waar ik heel succesvol was. Ja. En dan kom je terug. En dan verwacht je dat die mensen die daar zijn, dat die zien jou terugkomen. Want die verwachten heel veel van jou. Want jij deed het toen ook even in 4 jaar tijd. Ja. Snap je? En zo werkt het niet. Plus daarbij, Hans zo van Haar heeft natuurlijk wel iets goeds neergezet. Hè? Absoluut. Ik heb heel veel bewondering voor de werkwijze van Hans van Haar. Als ik zie waar Hans van Haar bij Linde is moeten starten met een compleet nieuwe selectie. Hij heeft dat elftal in de topklasse gehouden. Ja. Dat was al heel knap. Vervolgens hebben ze doorgebouwd, spelers aangetrokken en worden gewoon 2 keer kampioen van Nederland. Ja, dat is knap. Absoluut. Ja, dat vind ik een topprestatie. Nou, eigenlijk is het de situatie zoals Van Gaal, hè, met het Nederlands elftal en Hiddink die instapte. Ja, foute beslissing van de KNVB. Hadden ze nooit moeten doen. Nee. Mag ik dat zeggen? Jawel, ja, dat mag je zeggen. Waarom vind je dat? Ja, eigenlijk hetzelfde wat ik net heb gezegd. Kan nooit beter gaan dan dat het was. Ja, hij is coach geweest van een fantastisch elftal in 98. Ik ben zelf bij de WK 98 in Frankrijk geweest. Ik heb die wedstrijd gezien. Met 2 weken door Frankrijk heen gecrossed. En dan zie je Hiddink werken. En dan zie ik ook de wedstrijd bijvoorbeeld om de 3e, 4e plaats. Hmm. Dan zeg je ja, 3e, 4e plaats. Hè? Wat is dat nou? Je hebt de finale gemist. Moet je erop je hebt de finale, heb je Brazilië tegen toch. Maar je moet 3e, 4e plaats. Maar die 3e plaats is wel je medaille, hè? Ja, die Duitsers vierde zeggen, is niks. Die Duitsers is zeggen niet voor niks vieze wereldmeister. Nou, dat is Van Gaal dus niet overkomen in Brazilië. En dat vind ik dus de kwaliteit weer van Van Gaal. Die heeft gezegd, luister, 3e plaats is een medaille. We moeten die Brazilianen erop schoppen. Nou, dat hebben ze gedaan. En nu zijn we er niet bij, hè? Dat doet zo'n pijn. Ja, dat doet zo'n pijn. Mij ook. Als je zit met pijn in mijn ogen, zit ik aan een wedstrijd te kijken vanavond. Dan zie je Oostenrijk voetballen en Hongarije. Nou, die kunnen er allebei helemaal geen pepernoot van. Dramatisch, hè? Wat vind jij nou, wat moet er nou gebeuren? Wat moeten we nou doen om er wel bij te op zijn bij beginnen. WK? Op nul beginnen. En dat is? Schoon schip maken. Afscheid nemen van spelers die volgevreten zijn, die niet meer de ambitie hebben om dat uit te voeren. Ja, maar wie zijn dat, die volgevreten spelers? Ja, dat kunnen de we allemaal bekende namen. Die zijn er allemaal, toch? Of niet? Dus de lijn Blind volg jij? Ja, er zijn spelers bij die zou ik nooit meer oproepen. Klinkt misschien raar, maar een Klaas-Jan Huntelaar, met alle respect, hè? Fantastische keren gehad, scoorde bijna gemiddeld een goal per interland. Maar jongen is 32. Dan moet je denk ik van ja, zoek dan maar een andere. Nou, nee, maar je hebt ook bijvoorbeeld, weet je wel, ik kijk daar dan als topsporter naar. Woeren, dat is ook gewoon keihard vak. Dan heb je bijvoorbeeld een Memphis Depay, die moet trainen. Ja. En die hebt looplijnen en die doet iedere keer 2 passen minder. Ja. Dan denk ik, als ik ploeggenoot was van hem, jongen, nou die zou ik toch een klap op zijn hassen geven. Ja, van hier tot aan Tokio. Ik stam zelf ook uit de jaren 70, weet je wel. En jij zegt nu, dan zou ik mijn klap op zijn hassen geven. Wij zeggen een schop onder zijn donder geven. Maar eigenlijk moet je dat wel doen. Vroeger gebeurde dat, hè? Dat geloof ik, zeker. Maar dat kan tegenwoordig niet meer, want er staan 35 camera's om het veld heen. Dus die schop onder zijn donder kun je niet meer geven. Nee. Maar vroeger gebeurde dat. Van Hanegem,
Ja, en dan praat ik even over heel vroeger, hè? Nee, dat jaren 70. Regelmatig een 74. Ja, dat zijn mensen die corrigeerden andere spelers op het veld. Søren Lerby bij Ajax corrigeerde spelers op het veld. Ja, en om dat nu te doen, ja, is, we zijn allemaal zo aardig, joh. Ik denk ook niet dat je bij Van Gaal dat moet flikken om ieder sprintje gewoon een paar meter minder te lopen. Dat denk ik echt niet. En ik heb hem wel eens zien training zien geven, bij Frits ook niet, hè? Nee, dat maar je moet ook altijd pion nooit op 5 meter zetten. Je moet ze op 6 meter zetten. Snap je? Iedereen loopt altijd van, ja, we moeten 9 keer 30 lopen. Nee, je moet ze niet op 30 zetten. Die zet ze gewoon op 35. Want die 5 meter pikken ze. 2 meter bij het begin en 3 meter bij het einde. Dus je zet gewoon die pion 5 meter. Hey Frits, we gaan natuurlijk de EC volgen. En jou in het bijzonder. Ja. En veel succes. Dank je wel. Vanwege Vierenland, nu tijd voor de volgende gasten. En daar zijn we ook trouwens te gast. De opnames komen hier vandaan vanaf het sportpark van TC Groenendaal uit Tiel, de tennisclub. Heren, stel jullie zelf even voor. Ik ben Mark Doeland. Ik doe binnen de vereniging hier het technisch beleid. Dus dat is eigenlijk wat ik hier bij TC Groenendaal eigenlijk doe. Ik ben actief speler hier ook. Ik zit in het zaterdag herenteam en verder doe ik hier de technische zaken. Welke klasse speel jij bijvoorbeeld? Wij zijn gepromoveerd naar de Eredivisie dit jaar. Kijk. Dus, ja. En hoe moet ik dat zien in tennisland? Als je het ziet, als je het prestatieve kader bij tennis bekijkt, is eigenlijk zondag is het hoogste niveau. Ja, dus zondag spelen echt wel de top 100 spelers van Nederland op herenniveau. Wij spelen op zaterdag en daar spelen wij dit jaar ook, hebben wij tegen een aantal spelers gespeeld die top 100 van Nederland spelen. Dus dat is een beetje zeg maar het referentiekader waar wij in spelen. Vorig jaar zijn we gedegradeerd en dit jaar hebben we in die zin een goed seizoen gehad en zijn we weer gepromoveerd naar de Eredivisie. Dat is het hoogste? Dat is het hoogste wat je kan spelen, ja. Oh. Ja. Dus tennis op niveau in Tiel? Ja, zo kan je het zeggen. En daar heb je ook bestuur voor nodig? Klopt. Ik ben Ad Albers, sinds 2 jaar secretaris binnen deze club. En daarnaast hou ik me bezig met sponsorzaken. Dus we zijn bezig met het aantrekken van bedrijven die ons willen steunen in onze plannen. Mm-hmm. En ook jullie timmeren gewoon flink aan de weg, hè? Het gaat goed met de club. Jullie hebben een hele moeilijke periode gehad. Ja. Ook hier een penningmeester aanwezig geweest die het leuk vond om in de kast te graaien. Dat overkomt je dan als club. Jij bent een van de mannen die toen gezegd heeft van... En nu gaan we er tegenaan. Er zijn heel veel energie is er vrijgekomen. Veel mensen die opgestaan zijn. En met het bestuur wat op dat moment nieuw is geformeerd, zijn we gestart. En ik moet zeggen, we hebben een mooi jaar veel ontwikkeling doorgemaakt. We hebben mooie plannen. En we zien eigenlijk de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ja. Hoeveel leden heb jij? Jeugdleden bijvoorbeeld? Totaal hebben we 225 leden momenteel. Dat is de actuele stand van eigenlijk dit weekend, zeg ik maar. Mm-hmm. En jeugd is ook groeiend. Ik weet niet exact het aantal. Kijk even naar Mark, of jij het zo weet. Maar... Dat moet ik ook niet. Dat moet ik ook schuldig blijven. Ik denk tussen de 25 en 50 jeugdleden. En dat Kiki Bettens zo goed speelt, helpt dat mee? Kiki van de Winkel. Die is op komst. We hebben onze eigen Kiki. Maar Kiki Bettens, die... we hebben... Er zitten wel wat jeugdspelers, zeg maar, die denk ik op zich op een heel regionaal goed niveau spelen. En ook proberen we daar, zeg maar, wat groei in te maken. En ik denk dat we ook daar in het laatste jaar, mede ook dankzij tennisorganisatie Remedy Jaren, een zeer vooruitstrevende tennisschool, ambitieuze jongens, leuke jongens. En die halen ook spelers zeg maar, hier binnen de vereniging, vanuit de regio. En daar proberen we mee te groeien. Ik bedoel eigenlijk, weet je, Kiki Bettens die doet het heel goed. Ja. Of dat ook meehelpt met het aantrekken van jeugd. Of dat jeugd dan in één keer zegt van, ik meld mij aan bij de tennisvereniging in het wielrennen. Nu Kruiswijk goed rijdt, Wout Poels. Dat helpt enorm. Ja. Dat is een enorme stimulans. Voor het wielrennen bedoel je? Ja, maar ook voor de verenigingen. Ja. Die krijgen... ben ik met je eens. Het is kijk, als je het even puur even heel simpel bekijkt in Tiel. We hebben eigenlijk 4 verenigingen, hè, waarbij we allemaal ongeveer zo'n 200, 225 leden hebben. Nou, als je dat eigenlijk bekijkt, is dat te veel verenigingen in een kleine regio. Waar wij mee bezig zijn, is en dan met name de tennisschool, is ook jeugddagen organiseren. Wat clinics voor scholen. En op die manier probeer je spelers zeg maar, te enthousiasmeren.
de ouders proberen te betrekken bij een vereniging door eigenlijk met het eventuele lidmaatschap van een jeugdlid ook gratis een jaar mee te kunnen doen. Kiki Bertens in dit geval kan daar heel leuk op inspelen. Hè? Kijk, we hebben volgende week een sterk... Dat is echt een mooi rolmodel, zo simpel is het. Dat is een mooi rolmodel. Kijk, en zeker als we volgende week hebben wij hier een open toernooi. Tinstad toernooi, dat is een regionaal bekend, al jaren bekend toernooi in het verleden. Zeg maar ook een Jaco Eltink onder andere. Grote namen hier geweest. En dat helpt mee in het verhaal in de groei. Ja, he, dus als zo'n toernooi er is... Wat jullie ook pretenderen en naar buiten communiceren is, het is meer dan tennis alleen. Ja, wij proberen prestatief en recreatief te koppelen. Dus het aangename met ook een mooie pot tennis kunnen zien. He, de combinatie is sterk en ik denk dat wij daar als vereniging eigenlijk al jaren in geslaagd zijn. En dit jaar weer in de groei eigenlijk mee kunnen nemen. Dus ik denk dat we daar vooruitstrevend in zijn. Ja. Nou, altijd weer even naar jou toe. Ja. Natuurlijk, memoreer dat al even, moeilijke periode gehad. Achter de schermen is er keihard gewerkt om dat allemaal weer op de rit te krijgen. Kun je schetsen hoe dat gegaan is? Nou, we zijn als bestuur direct gestart met het maken van een plan van aanpak. Dus het formuleren van doelstellingen voor zover die nog niet bekend waren. Maar daar hebben we op ingezet. Daar hebben we ook actiepunten op neergezet. Mensen verantwoordelijk gemaakt voor die specifieke punten. En daar zijn we op gaan sturen als bestuur. Als bestuur kun je niet alleen. Je hebt echt heel veel mensen nodig. En op het moment dat je als bestuur in iets stapt, met een aantal nieuwe bestuursleden ook daarbij in oogschouw genomen, dan zie je eigenlijk pas hoeveel werk er op je afkomt. En, dus we hebben eigenlijk een aantal deeltaken hebben we neergelegd bij vrijwilligers. En ik moet zeggen, nu meer dan een jaar nu in de nieuwe koers varend, ja, zien we daar gewoon nu echt de revenue van. En noem eens wat van die doelstellingen. Welke doelstellingen? Ja, nou, dat is in ieder geval actief bezig zijn met de kern van deze vereniging. Het bedrijven van tennis, wat Mark ook aangeeft. We zijn een vereniging waar we eigenlijk als doelstelling hebben het bedrijven van tennis. Prestatief en recreatief. En daarin moet je gewoon die dingen gaan bieden, dat het voor iedere speler op zijn of haar niveau ook mogelijk wordt om binnen deze club het spelletje tennis te kunnen spelen. Dus recreatief, dus, ja. Kunnen mensen recreatief hier tennissen en ook gewoon op topniveau? Ja, kijk, we zijn niet allemaal met het juiste gen zeg maar, geboren dat je allemaal toptennisser wordt. Alleen, we vinden het wel belangrijk binnen Groenendaal, binnen Tiel en de regio, dat de mensen op ieder niveau hier kunnen tennissen. En dat kan hier dus? En dat kan hier, ja. Hartstikke goed. Als mensen zeg maar, hier op het sportpark willen komen kijken, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, wat we zien is dat veel leden via onze website of via het bestuur contact opnemen met ons. Mm-hmm. Wordt een afspraak gemaakt, wordt een kennismakingsgesprek gepland. En we stellen eigenlijk voor aan de nieuwe leden, met name kom een maand proeven draaien, dan pas kun je sfeer proeven. Ga meedoen aan toernooien, zorg dat je zichtbaar aanwezig bent, leer leden kennen. Het is zeer laagdrempelig hier, dus wat dat betreft is het een voordeel dat je ook heel makkelijk opgenomen wordt. Ik vind het wel mooi dat jij zegt van je mag een maand proefdraaien, gewoon proeven van is het wat voor mij kan ik daar wat mee? Maar ook als je kijkt, hè, maar mannen zoals Mark die ervoor zorgen dat het niet zo is van hier heb je een racket en een balletje en succes ermee. Nee, sterker nog, we hebben de afgelopen maanden met nieuwe leden hebben we ook een aantal keer al afgesproken van oké, prima, kom tennissen, we zorgen dat er wat leuke spelers zijn, de tennisschool is aanwezig. Mark die aanwezig is, wat andere spelers van wat selectieteams zeg maar. Kom spelen, maak kennis met het spelletje en ga het gewoon ondervinden en ervaren hoe het hier eraan toe gaat. Mooi. En met name, we geloven met name in een stukje commitment, een stukje gevoel met de club. En wat jij al zegt, Gert, ik geloof niet in de situatie dat je een contract of een contributie voor een jaar moet gaan afspreken. En na twee maanden eigenlijk tot de conclusie komt dat het gewoon niet werkt. Omdat jij niet het idee hebt van, hey, dat tennis is voor mij in de wieg gelegd. Dus dan moet je ook gewoon kunnen zeggen, nou, ik stop ermee. Ja, ik vind het wel mooi dat dat zo kan. Want dan maak je het wel laagdrempelig. En dan krijg je natuurlijk wel meer aanwaarts. Dan is die drempel in ieder geval al van tafel. Het is ook wat ik daarnet ook al schetste. Bij eigenlijk toch meerdere verenigingen. Het is, in tennisland is het moeilijk. Je ziet overal toch dat het terugloopt. Kiki Bertens zou in dit geval nu voor wat aanwas moeten kunnen zorgen. Ja. Maar dan moet je toch inventief zijn zeg maar, in het aanbod. Van hoe kun je op een gegeven moment toch mensen enthousiasmeren. Om eens een keer kennis te maken met het spelletje.
Nou Gert, het is mooi dat dit weer op de kaart staat natuurlijk. Ja, vind ik wel. Dat is gewoon ja, heel goed. Ja. Nou, en mensen die hier op de club zitten en trots zijn, dat gaan ze ook nu laten horen. Ja, heel erg mag ik jullie danken voor het gesprek. Dankjewel. Oké. In Sportcafé Rivierenland, nu tijd voor de volgende gasten. En dat is Ilko Becker en jouw naam ben ik even kwijt. Thomas Moret. Thomas Moret, ja. Jullie zijn van het EB Rally Team. Ja, klopt. Hey, Jacobs, als ik zeg maar zo onder de tafel, ja, dan stoot hij jou zo aan. Hij zit de hele tijd te trappen. Ik denk, jij wil voetballen of zoiets. Ja. We zijn hier ook bij de voetbalvereniging, toch? Nee, bij de tennis. Ik ben Rally Team, zo tiel als het maar zijn kan. En jullie timmeren flink aan de weg, Ilko. En je hebt deze man meegenomen als een monteur voor jou, hè? Ja, Thomas maakt deel uit van het Rally Team. En Thomas heeft een ondersteunende taak, zoals het heet. En wat houdt dat dan in, ondersteunende taak? Ja, allerlei werkzaamheden. Eigenlijk zie ik het ook een beetje als vliegende kiep, zeg maar. Dus je hebt tijdens de Dakar heb je ook allerlei dingen, zoals een... Hij rijdt iets kapot, een spatbot of wat dan ook. Of hij loopt ergens tegenaan, jij repareert het ter plekke. Nou, dat zullen ze over het algemeen vaak zelf oplossen. Mm-hmm. Mijn taak was ook meer, zeg maar, in de bivaks. Dus daar staan bijvoorbeeld tenten klaar, er moeten dingen klaargezet worden, georganiseerd. En daarnaast zat ik ook in de persauto als technische man. Daar zaten voor de rest alleen maar mensen van de pers in. Dus mocht daar wat mee zijn, dan kon ik dat ter plekke oplossen. Ervaring op zich, hè, die Dakar Rally. Ja, absoluut. Dat is een hele mooie ervaring. Voor mij de eerste en ik hoop niet de laatste. Maar dat zal geloof ik niet gebeuren, Ilko. Luister, dat Parijs-Dakar. Maar hoe werkt nou zoiets? Die... 's avonds ben je klaar, etappe is gefinished. Is dat voor alle deelnemers, slapen die allemaal in tentjes of is daar ook, zit daar verschil in? Ja, er zit zeker verschil in. Ja. Je hebt natuurlijk te maken ook met topteams en die mensen die slapen in motorhomes. Ja. En die reizen gewoon mee? Ja, die reizen gewoon mee. Als je ziet wat er allemaal verscheept wordt vanuit Frankrijk naar Zuid-Amerika. Ja. Dat is gigantisch veel aan waarde. Er zijn auto's waar alles op en aan zit, campers. En wij hebben inderdaad maar een gewoon tentje. Maar eigenlijk is dat is dan niet helemaal eerlijk ten opzichte van de concurrentie. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de Tour, hè, wat jij zegt, die Mobile Homes, Team Sky, dat is de rijkste wielerploeg, die kan dat makkelijk betalen. En Team Sky zegt, wij willen weg van die kloothotels. Daar leg je een hond nog niet in. Sommige hotels in Frankrijk waar toerrenners moeten slapen. Maar de tourorganisatie zegt gewoon, dat gebeurt niet. Ja, ja, maar dat gebeurt in de Dakar gebeurt dat wel. Er is echt een heel groot onderscheid tussen die topteams en private teams. Ja, maar die weet je, en daarom vraag ik dat aan jou. Omdat de Dakar Rally wordt georganiseerd door dezelfde organisatie als de Tour de France. Ja, dat klopt, de ASO. Ja. Ja. Maar er is echt heel veel verschil. Ja. En ja, dat geeft die mensen natuurlijk al een stukje voorsprong. Want zij komen meer tot rust dan wij. Ja. Zij hebben ook vele grotere teams. Ik wil een verschil maken tussen die grote teams en mijn eigen team. Wij waren met 7 personen. En als je dan kan kijken bijvoorbeeld naar Peugeot. Die hebben veel meer monteurs om de auto. Maar die hebben ook mensen met een laptopje. Die de settings veranderen van een auto. Die zijn al bezig met het roadbook. Terwijl mijn navigator Sybrand Boy zelf het roadbook moet bijwerken. Ja. En die leggen zo'n roadbook ook over Google Maps. Die weten exact waar er een kuil zit. Dat weten wij niet. En als wij er heel hard aankomen en we weten niet dat er een kuil zit, kan er een ongeluk gebeuren. Ja. Die mannen weten dat van tevoren. Die weten van tevoren of ze er met 30 doorheen gaan of met 120 overheen vliegen. Ja. Wat streef jij nou na? Nou, wat ik nastreef is om de finish te halen. Ja. Dat is afgelopen jaar niet gelukt. Daar ben ik goed ziek van, nog steeds. Dat was een technisch verhaal uiteindelijk, hè? Ja, was een technisch verhaal. En dat moet balen zijn, want die auto is eigenlijk top. Ja. Laten we zo zeggen, ook zeg maar met de financiële middelen moet die auto gewoon die Dakar uit kunnen rijden. Ja, en ik heb ook besloten om met deze auto, zoals die nu is, zei het dat we wel wat gaan veranderen, nog een keer te gaan deelnemen aan de Dakar. Want ik wil gewoon laten zien aan mezelf en aan het Nederlands publiek en aan de fans, dat we met deze auto de finish kunnen halen. Nou, hoe is het jou zelf bevallen?
Ik bedoel, het fysieke verhaal. Want ik heb het een en ander gevolgd op internet, ja. Met verslagen en zo. Pittig? Ja, het is zeker pittig. En als je gaat terugkijken, dan realiseer je ook dat je vrij laat begonnen bent met alle voorbereidingen. Ja. Ik ben in september begonnen en in januari moesten we aan de start staan. En ik heb nu voorgenomen om weer in september te beginnen, alleen een jaar eerder. Dus ik heb nu anderhalf jaar de tijd om me voor te bereiden. En dat heb je nodig. Ja, dat heb je nodig. Ja. Ja. Maar Ilko, hè, ik heb verslagen gelezen en ook stukjes teruggezien op RTL. En dan wordt er om gelachen, maar het leven is gevaarlijk. En dan doe ik bijvoorbeeld op, je was op een gegeven moment de navigatie, de plek kwijt. Ja. Midden in de woestijn en... er moest gegraven worden, zijbrand, de navigator stapt uit. Op een gegeven moment is er grip en jij gaat er vandoor en je ziet hem nog meer terug. Ja, nou, nooit meer. Ik heb hem wel weer teruggevonden. Oh, ja. Hij had tegen jou gezegd, van nou, na 100 meter stop maar ja, jij gaf gas en je was 2 kilometer verder. Ja. Nou ja, maar voor hetzelfde geld vind je hem dus niet meer terug. Nou, nee, goed, dat is inderdaad zo. Dat was heel vervelend en we hebben daar van tevoren afspraken over gemaakt. Ja, rooksignalen. We hadden een walkie-talkie bij ons in de auto, maar net op dat moment hadden we hem even niet gebruikt. Ja. Dus er zijn dingen, er zijn leermomenten. Tuurlijk. En die 100 meter die ik zou rijden was inderdaad iets meer. Of het 2 kilometer was, dat durf ik niet te zeggen. Nee, ik ook niet. Ik denk wel dat het het dubbele was. Maar als je in de duinen zit, in het zand, ja, je bent in één keer ben je weg. Ja. En dan zie je dus inderdaad je navigator even niet terug. Ja. Had je het niet breed of wel? Nou ja, ik denk dat we beide niet breed hadden. We hebben elkaar uiteindelijk wel teruggevonden, want er rijden gelukkig ook nog andere auto's. Maar hoe heb je dat voor elkaar gebokst uiteindelijk? Nou ja, Seibrand is met een truck meegereden op dat moment. Die lag er eigenlijk kapot, want zei, wat doe jij hier? Ja, ik ben mijn auto kwijt. De woestijn. Ja, en zij reden op een gegeven moment die duinen uit. En daar stond een auto, een Toyota, waar ik uit was. En want ik was hevig aan het roepen, Seibrand. Ja. Nou ja, goed. Je hoort elkaar dus ook niet. En zo kwamen we weer bij elkaar. En we hebben elkaar even geknuffeld en even een duidelijke afspraak gemaakt van dit nooit meer. En toen zijn we verder gereden. Nee, maar ik vind het wel ook een heel interessante discussie. Weet je, jij moet op deze manier daar rondrijden en daar werken en topsport uitoefenen. Terwijl echte grote teams, zeg jij net, die weten precies iedere kuil te zitten, ieder gat te zitten. Zo stel ik me dat dan voor. Als je een duin oprijdt, die weten ook precies dan wat daar achter zit. Als ze dat helemaal hebben uitgemeten via Google Maps. Ja, maar toch maken die ook fouten, hè? Ja? Ja, als je Sebastian Lub hebt gezien afgelopen Dakar, die rijdt de auto ook helemaal kort. En daar zat op een gegeven moment geen plaatwerk meer op. En dat is ook omdat hij dan waarschijnlijk te enthousiast is en te hard gaat en dingen vergeet. Ja. Misschien niet luistert naar een navigator en dan ook crasht. Ja. Ja, wij zijn niet gecrashed, maar wij hebben een technisch mankement gehad. Ja. Dus, dat is natuurlijk balen. Ja. Nou, kijk, van tevoren deed ik er zelf, moet ik eerlijk zeggen, een beetje lacherig om. Rijden in de modder met een grote auto. Ik ben toen op uitnodiging met jou mee geweest in Leipzig. Ja. In een bruinkool was dat. Ja, het is gewoon topsport. Het is gewoon topsport. Ja, nee, dat klopt. Dat is ook topsport. Ja, daar kan ik niet meer aan toevoegen. Ja. En in die zin ben ik daar als tieler nou ook alweer trots op. Want je rijdt gewoon in de top van Nederland mee. Zo simpel is het. Ja, voor Europese wedstrijden doe ik redelijk mee. In een Dakar ben ik echt een amateur. Maar Gert geeft al een beetje aan waar dat dan is. Nou, nee, dat is ook zo. Maar als wij die technische problemen niet hadden gehad, was ik bij de eerste 50 geëindigd. Ja, dat vind ik wel super knap. Ja, dat is echt heel knap. Maar kom op dat dan, hè. Ja. Ja. Nee, maar dat geeft wel aan dat ook die sport, die doet er toe. Ja, nee, maar dat doet er zeker toe. Er wordt is enorm veel aandacht voor, ook wereldwijd, voor de Dakar Rally. Ja. En dat is natuurlijk niet voor niks. Iedereen beseft wel dat het een gewone topsport is van de horse-categorie, wat daar gebeurt. Ja. En dat is niet alleen die rally op zich, maar ook de omstandigheden waar jullie in verkeren. Dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Nee, daar, denk ik ook, bloedheet. Daar kunnen we ons helemaal geen voorstelling van maken, door de woestijn. Want je hebt ook met uitdrogingsverschijnselen te maken. Nou ja, de laatste dag op het moment dat je stilstaat en... Je bent volledig aangekleed, dus lang ondergoed, brandvrij. En je hebt een overal aan en je hebt een balaclava op zijn muts, zeg maar. Ja. Een helm op en het is 50 graden. Ja, dan is gauw gebeurd. Ja. Want ik kreeg op dat moment het water niet weg. En de energiedrank, die waren warm. Ja.
En ja, je snakt eigenlijk naar een koude versnapering. Naar vocht. En naar vocht. Ja. En ja, goed, dat vocht hadden we eigenlijk nodig om de auto te repareren. Want we hadden koelingsproblemen, er zat geen koelwater meer in. En dat gebruik je dan ook? Nou, dan moest daarin. Dus ja, je wilt toch rijden, hè? Ja. Want we waren in principe maar 70 kilometer van de finish af. Ja. Dus dat is een heel vervelend iets. Ja. Maar goed, het water wat we erin gooiden, dat verdampte direct. De ventilatoren die werkten niet meer. Hebben we proberen kort te sluiten dat ze toch nog werkten. Maar wat moet die dan koelen als er geen water meer in zit? Ja. Dus ja, op een gegeven moment hebben we toch maar besloten om de organisatie in te lichten. Van jongens, we staan hier, maar we kunnen niet verder. Ja, het blijft natuurlijk een mechanische sport. Nou, het blijft een mechanische sport. En op een gegeven moment hadden we wel door kunnen rijden. Maar dan was de temperatuur heel hoog opgelopen. En dan hadden we de motor opgeblazen. Ja. En dan heb je niks. Elko, het is al lang geen, ja, je zegt hobby, maar dat is het eigenlijk al lang niet meer. Het is gewoon eigenlijk een professioneel gebeuren. De toekomst, vertel. Ja, dit jaar doen we redelijk rustig aan. Alleen nog wedstrijden in Duitsland en nog één in Nederland. Je gaat weer naar die baan. Naar Leipzig, ja, ja. Vorig jaar tweede geworden. Ja, fantastisch. Dus dan moeten we... Ook mooie uitdaging. Ja, dan moeten we eigenlijk die tweede plek weer verdedigen. Dan hebben we in november nog een wedstrijd in Borgen. Daarna wordt de auto onder handen genomen. En volgend jaar een aantal wedstrijden in Nederland. We gaan naar Marokko in de duinen. Mm-hmm. Misschien nog naar Bulgarije. De Balkan-Breslau volgend jaar. En dat is puur en alleen om te trainen. Ja. Om kilometers te maken. En jij bent er weer bij als in 2018 de Dakar plaatsvinden? Ja. Wat wordt jouw rol dan? Ik bedoel, ik zou even een schot voor de boeg geven. Jij wil natuurlijk ook meer. Ik ga rijden natuurlijk. Ja. Ja. Je gaat die man uit die wagen zetten. Nee, ik zal weer technische ondersteuning verlenen. Dus dat kan van alles zijn. In de bivaks, onderweg. Ik zal daarin alles doen om te ondersteunen. Zodat het de wedstrijdauto tot een eind zal komen. En dat is eigenlijk waar we de laatste keer ook voor gegaan zijn. Ja, mooi. Maar hoeveel tijd kost dat jullie nu? Hoeveel tijd kost het jou nou? Gewoon gemiddeld per week met dat hele gebeuren bezig te zijn? Ja, ik ben er iedere week wel anderhalve dag mee bezig. En in mijn hoofd veel meer. Ja, maar continu. Ja, je bent altijd bezig. Bijvoorbeeld nadenken over wat ik ga doen met de auto. Wat tipjes van de sluier op te lichten. Er komt een andere versnellingsbak in. Mm-hmm. Een sequentiële bak. Daar nog sneller kunt... Dus alleen maar duwen en trekken. Zeg maar. Ga je de stap maken van diesel naar benzine? Nee, dat doe ik niet. Expres niet. Ik wil het met deze motor doen. Die heeft voldoende vermogen. En zeker in de duinen is dat denk ik een voordeel. Ja. Maar de motor wordt nog verder naar achter geplaatst voor het gewicht. Er komen jacks onder de auto. Jacks zijn hulpmiddelen. Dat, stel, ik zit vast of ik heb een lekke band, dan druk ik op een knopje. En dan gaat de auto omhoog, dus we hoeven niet meer te krikken. Oh, okay. Dat soort dingen komen erin. Schutbord wordt een ander schutbord vanwege die motor. Mm-hmm. De pedalen komen op een andere plek en worden ook... Nu staan ze vanaf de bodemplaat. Ze komen te hangen. Komen andere remmen komen erin, zodat ik... Oftewel die auto die blijft... Ja, we blijven doorontwikkelen. Ja. Ja. Blijven doorontwikkelen. Maar wat is het voordeel dat die niet in de bodemplaat zitten, maar dat die hangen? Nou, de pedaal? Ik wil er een bekrachtiger op hebben. Ik heb nu sportremmen. Ja? En wat je dan moet doen is je voet op het gas en op de rem zetten om de remmen warm te houden. Ja. Op het moment dat ik koude remmen heb en ik moet een noodstop maken, doet hij niks, schiet ik door. Dus dan moet je constant je voet dwars houden, die remmen warm houden. En dan doet hij wat. Nou, dus ik ga zo kiezen voor een ander soort rem. Mm-hmm. Die het ook doet als die remmen koud zijn. Ja. Wij reden... Dat is toch wel prettig. Ik zal je een voorbeeld geven. Wij reden op een gegeven moment in een etappe. En dat was een redelijk smal pad naar beneden. En de bocht die wij moesten gaan maken stond niet in het roodboek. En ik reed iets over de 100. En op het laatst zagen wij die bocht. Ik heb de auto omgegooid zodat we niet het ravijn in reden. Maar de auto die ging draaien en we kwamen op onze zij terecht. Sorry, maar dat is toch wat jij vertelt, joh, dat weten wij eigenlijk helemaal niet. Wij kijken naar Dakar, maar dan denk ik gas geven en remmen. Ja. Om die pedaal, dat warm moet blijven, omdat die anders niet werkt. Maar ik heb er nog nooit van gehoord, weet je. Dan denk ik van, Ja, weet je, het is een mechanische sport, dat zeg je juist. Maar er komen toch veel meer dingen bij kijken dan alleen maar die auto waar je in rijdt. Ja. Het is niet te vergelijken met gewoon autorijden. Het is wel... veiliger, denk ik zelf, want we zitten helemaal vast in een kooi die gekeurd is. Mm-hmm. En er worden ook de lassen bekeken, noem dat maar op. Dus maar er kan eigenlijk niet zo heel veel gebeuren met ons, als je het goed bekijkt.
Maar ja, het is wel meer dan alleen... Maar wij zijn er trots op, hè? Het is Tiels. Nee, het is Tiels. Maar ik heb ook... ik heb daar natuurlijk geen ervaring mee, maar ik ben wel bij de... Zit jij te solliciteren om een keer mee te rijden? Nee, maar ik weet dat Dennis van der Geest dat een keer heeft gedaan, gewoon bij de pre-Dakar rally. Dat is gewoon in Valkenswaard. Ja, jongen, die is 1000 doden gestorven. Maar dan denk ik, vergeleken bij Dakar, stelt dat helemaal geen reet voor, dat hele parcours in Valkenswaard. Maar een keer mee gereden, word je niet vrolijk van, hoor. Nee, ik denk dat je echt denkt van wat de wereld vergaat. Weet je wel, want er zit daar zo hoog en dan kijk je daar zo gat in. Ja, schiet me even te binnen. Kunnen mensen nog binnenkort ergens jou bewonderen of meerijden? Zijn er clinics, iets? Denk je daaraan? Nou ja, ik denk daar wel aan. Kijk, ik ben met mijn bedrijf sponsor van de profronde in Tiel. Ja. Mm-hmm. Wellicht dat ik de auto dan laat meerijden in de reclamekaravaan. Moet nog even kijken hoe het eruit komt. En mogelijk dat ik de auto dan neerzet en de deuren open en de motorkap eraf, zodat de mensen wat ervan kunnen zien. Want ook onder de motorkap ziet het er niet uit als een normale motor. Nee, ik zou dat heel mooi vinden. Er komen natuurlijk veel mensen naar die profronde. Ja. En dat is zeker interessant om jouw afspreken. Auto te bekijken. Ja, en dan een rondje met Geert Jacobs als oh, maar in Tiel durf ik dat nog wel. Dat kan weinig fout gaan, denk ik. En jij had nog drie vragen tot slot, of niet? Ja, drie vragen. Weet je wel, ik heb zelf natuurlijk hier... Maar wat vind jij nou, joh? Kaal of haar? Waar is dat nou voor een vraag, man? Wat is dat? Ja, weet je, kijk, als ik een keuze moet maken, dan vind ik kaal toch wel mooi, hoor. Bij jou in ieder geval wel. Ja. Maar ja, het begint bij mij wel dun te worden, maar ik hou er voorlopig nog wel haar op. Nee, maar je hebt ook zo'n helm en alles op, hè. Jongen, dit is goed, hoor. Je kan goed verdampen, alles kan goed weg, jongens. Vlak voor een wedstrijd scheer ik het wel altijd heel kort. Dat is, dat is gewoon, dat is heel goed. Okay. Ja, volgens mij had jij nog wel vragen. Ja, nee, ja. Dan doe ik ook nog eentje. Jouw favoriete band of artiest. Wat is dat? Ja, One Republic vind ik wel een erg mooi liedje. En dat hebben we ook gebruikt in onze reclamecampagne voor Dakar. Okay. Dus dat vind ik wel een aardige band, ja. Okay. En je favoriete kleur? Ja, dat is wel een hele belangrijke vraag. Ja, maar ik ben wat dat betreft redelijk voorspelbaar. Ik hou van spijkerbroek blauw. Oké. Okay. Gewoon blauw. Ja, en jij was fan van de Beatles, hè? Ja, ik was fan van de Beatles, ja. Ja, nog steeds. Ja, nog steeds. Ja, weet je, nog opgetreden, hè? Die beste meneer. Die Paul McCartney. Op Pinkpop. Maar weet je, vroeger gingen die gasten altijd... Dan weet je, die deden toch altijd van de ene tour... Als ze gingen toeren, van de ene plaats naar de andere plaats. Hadden ze zo'n grote touringcar, zo'n bus. En dan deden ze ook een kaartje leggen, hè? Beetje klaar voor jassen en zo. Ja. Weet je met hoeveel zij dat deden? Weet je dat? Ja, met z'n drieën. Hè? Met z'n drieën. Met z'n drieën? Ja, toch? Of niet? Nee, de Beatles. Ik heb het over de Beatles, hè? Over Beatles. Hoeveel Beatles waren er? Beatles, hè? Hoeveel Beatles waren er? Jij zegt dus dat vertel ik de crew nou. Hoe zat het nou? De Beatles waren toch met z'n vier, of niet? Ja, maar Paul McCartney. Ik ken hem al. Nee, heren, hoogste. Hé, goed overgevallen. Is toch Café Rivierenland nu tijd voor Bert van Hout, de clubwatcher van de regio TV Tiel. Bert van Hout, welkom. Dank je. De clubwatcher, wat heb je allemaal te vertellen? Ja, je wou even aansluiten op het verhaal met Ilko Becker net, hè? Ja, ik vind het wel heel knap, hè, zo door de Sahara te rijden. Het is toch meer techniek als we allemaal denken. Maar Bert zou Bert niet zijn, want dat heb jij jaren geleden ook al gedaan, hè? Ja, ik heb het jaar ook geleden. Ja, ik ben een keer van Marokko naar Algerije door de woestijn gegaan. Ik weet wat je voor ontberingen. Alleen wij werden dan een beetje meer georganiseerd, hè? Ja, met hoe dan? Met een ezel erbij. Met de struisvogels zeker. Nee, maar ik heb het wel meegemaakt. Maar als je dit nou hoort, dan was dat natuurlijk beter georganiseerd. Was georganiseerd. En hij moet wachten op een andere. Maar wij reden met vijf wagens in kolonne. Dus was altijd stand-by. En dat is wel heel wat anders. Maar het is wel een ontbering, hè, door zo'n woestijn. Want we hebben het over drank. Respect, hè? Ja, geweldig. En mooi dat we dat in Tiel hebben. En nou, ik zit hier zo te luisteren. En dan zie ik een Frits van den Berg hier zitten, toptrainer, topwielerrenner.
twee mensen die ontberingen gemaakt hebben in de Sarre. Ja. Bij een geweldige club eigenlijk, Groenendaal. Hè? Ja. Een van de weinige clubs nog die op gravel tennis. Ah, weet je wat ik dan zelf knap vind? Ja. Maar dat is even over mezelf. Ja. Dat ik daar dan tussen zit. Hè? Ja, ik was nog niet klaar. Ik was nog niet klaar. Bescheidenheid siert de mensen. Ja, zeker. Nee, maar als je dan bij Groenendaal kijkt, de ontwikkelingen die je leest. Je hoort net die ontwikkelingen. Eén net wat ik zeg, een club met allemaal de gravelbanen. Dat zie je niet. Hè? De toptoernooien worden eigenlijk op gravel en gras gespeeld. Nou, zullen we dan nog maar een keer zeggen, ook hier mogen we trots op zijn als Tiel. Hier mogen we zeker trots op zijn. En zeker wat ik hoorde, Eredivisie, het zonder team gehandhaafd in de eerste klas, is toch knap. En dan is Alois van Baal, hè, die hier Alois van Baal, top 50 van Nederland. Denk je van Doeland zelf? Wat denk je van Doeland zelf? Die heeft ook een aardig balletje kunnen slaan. Die kan er ook wel wat van. Maar daar komt Gert wel achter. Ja. Ja, ik ben klaar. Kijk, dat bergje op fietsen is geen kunst. Maar ja, als je met marker tennis, kom je erachter, hoor. Ja, weet ik wel. Laat me alle hoeken van de baan lopen. Alle hoeken van de baan. Ja, ik ben er bang voor ook. Bert, je hebt links en rechts weer je licht opgedaan bij de verschillende verenigingen in de regio. Wat is het nieuws? Nou, zullen we beginnen dus matchfixing, hè? Hebben we het wel eens over gehad. Matchfixing, ja, daar wordt er lacherig om gedaan. Daar wordt heel lacherig om gedaan, ja. Maar het is in de tenniswereld ook. Ook regionaal, zeg jij. Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Dat is een onderzoek wat bezig is. Hè? Ja, okay. Jij wil mijn woorden in de mond leggen, maar ik kan niet praten, iets vertellen wat nog niet heel concreet is. Je bent op het spoor. We zijn op het spoor, ja. Net zoals we bij het voetbal op het spoor zijn. We hebben laatst nog een matchfixing gebeuren gehad. We praten over jeugd, hè, naar overkant van de Waal, in het land van Maas en Waal. Dioza, Niftrik en Avios. Ja, maar dat elftal wat met 23-0 won en daardoor kampioen werd. Ja, en terwijl dat met 21-0 was de andere kampioen geworden. Dus dat spel ook al in de jeugd. Dus het zit overal. He, dus, maar even wachten, want dat gaat er maar. Jij zegt, dat is makkelijk roepen. Het gebeurt ook in de tennis. Hoe wat welk? Nou ja, er schijnen partijen verkocht te worden. Er schijnen gegokt te worden op uitslagen. Er schijnen sets weg. Ja, dat gebeurt. Kijk, dat gebeurt bij senioren, hè, Bert. Daar wil ik me iets bij voorstellen. Ja, Hoe dan? Ja. Nou, het gebeurt echt. En er zijn echt onderzoeken naar bezig. En dit voetballen is het. En het is, maar het is in tennis, het is bijna in alle sporten. Maar wanneer kom jij nou even concreet met bepaalde feiten? Zo gauw als de feiten duidelijk zijn en herkenbaar zijn. Want ik zeg altijd, je kunt pas iemand veroordelen als je weet als de feiten er zijn. Hè. Je kunt daarover het is een onderzoek waar we nog verder niks over mogen en kunnen zeggen. Maar je bent dus iets op spoor? Ja, we zijn op het spoor, ja. Het is een soort van cliffhanger dit, hè? Ja, dat is een cliffhanger. Ja, die moeten we er ook in houden. Ja, zeker. Heel goed. Misschien is het zelfs nog wel in Parijs-Dakar, maar dat weet ik niet. Okay. Maar dat zal ik me ook wel over. Daar hebben we connecties natuurlijk. Ja, daar hebben we connecties. Verder. Nou ja, goed, de ontwikkelingen bij TC hebben we gehoord van Frits. Nou, Linde op de kaart gezet. Hè. Ja. Maar bij Linde zijn wel heel veel jongens vertrokken. Er zijn veel jongens vertrokken, er zijn ook weer nieuwe jongens bijgekomen. Mm-hmm. Dus dat is ook wel maar heel erg. Is die club erop achteruit gegaan? Ja, ik denk wel. Kwalitatief misschien wel, maar ik denk dat ze toch wel weer op de rails krijgen met de andere spelers. Ze zijn op een keer begonnen in die topklasse met handhaven, hebben ze goed gedaan. Nou, twee keer landskampioen is toch, dat is toch top. Alhoewel ik blijf balen dat TEC op één puntje. Laat dat niet vergeten. Ik heb al die wedstrijden gezien. Het was echt waar. Jij hoor, je bent er ook regelmatig geweest. Ja. We hadden makkelijk, zeg maar. Als die achterhoede gewoon dicht had gezeten. Het is niet alleen de achterhoede, hè. Fritsje geeft het ook al aan. Ja, goed. Wedstrijden, mannen tegen de jongens, hè. Ik heb er natuurlijk geen verstand van. Maar dan moet je geen verslag meer doen. Weet je wat leuk is van een verslag geven? Ik hoef alleen maar de vragen te zitten. Okay, maar ik ben ook nog eens een keer liefhebber. Ja, oké. Okay, maar wedstrijden genoeg geweest waar we gewoon... we hebben zeker 5-6 punten laten liggen als we over wij mogen spreken als het over TSC gaat. Nee, dat mag en dan word je gewoon met 4-5 punten los kampioen. Ja. En dat was ook terecht geweest. Gezien de spel. Nou, laat ik zo zeggen. Ik had het met Frits erover. Ik denk dat TSC qua voetbal misschien wel de beste ploeg in de afdeling was. Nou, maar dat er misschien niet vanaf. Nee, er waren nog wel... Een paar ploegen die iets beter waren. Ja, maar die waren gewoon collectief sterk en voetbaltechnisch sterk. Ja. Maar Bert, de trainer wil niet zeggen, maar wat denk jij? Tech volgend jaar? Ja. Nou, Frits zei verrassing, joh. Tech die gaat... Gaan ze meedoen voor de top 3? Nee, ze gaan niet meedoen voor de top 3, omdat die belofte teams erin zitten. En dat hangt af van het moment dat je daar tegen speelt. Dan mogen ook de spelers meedoen die afvallen bij het eerste. Spelen we om 6 uur 's morgens? Dat kan. Ik zou op zondag spelen. Want dan moet het eerst ook spelen bijvoorbeeld. Ja. Dat zou ik doen. Maar goed. Want je krijgt dan grote jongens erin. Je krijgt grote jongens erin. En... Ja. Okay, in die zin uitdaging genoeg. Uitdagingen genoeg. Nog meer nieuws van de damesverenigingen.
Damme, dat, ook daar is matchfixing in. Hè? Klinkt heel raar, maar er is er ook in. Ja, schijnt nou toch eens uit. Ja, er schijnt met matchfixing bij Damme. Ja, er schijnt met borden gekloten worden. Ja. En hoe gaan ze dat doen? Met die witte zwarte stenen? Ja, dat schijnt. We hebben het op de WK gehoord, maar warme en koude ballen hè, van de loting. Hmm. Maar dat schijnt met Damme ook al iets. Bezig te zijn, dat ja. Er ook met stenen warm en koud zijn ja. Om bepaalde zetten voor te brengen. Ja, met die loting, dat begrijp ik wel. Want er waren ook ballen, die waren gewoon zwaarder. Ja, je zag er een Sophia Loren. Ja, wij hebben de loting gezien. Ja. Je hebt Sophia Loren toch gezien? Ja. Zag je niet hoeveel moeite dat zat met die ballen? Ja, maar wij hebben een loting meegemaakt van Herk TVC. Ik heb het filmpje ook nog eens een keer 3-4 keer gezien. Ik snap het nog steeds niet. Nee, maar goed, dat is loting. Dat niet. Daarom ben je ook geslacht. Nee, maar goed, even terugkomen over de regio. Ik denk dat we... in Tiel, en dat bedoel ik er eigenlijk mee, we hadden 4 tennisverenigingen, we hebben voetbalclubs. We zitten op een niveau in Tiel en dat vind ik, ga ik misschien even iets zeggen wat ik op persoonlijke titel zeg. Tuurlijk. Ik vind dat de gemeente Tiel de sport met in het algemeen op het niveau waar we zitten best wel eens meer mogen promoten. Ja? Mm-hmm. En dat nou, ben, ik, ook ben van... ik met je eens. Mark Paulus zei laatst op de televisie bij ons ook nog een boute uitspraak. En die zei, die stelde gewoon van, er is eigenlijk geen sportvisie. Er wordt ad hoc van alles gedaan. Maar, begint natuurlijk wel met centjes, hè? Dat begint met geld. Maar wat vind je dan, wat moet de gemeente dan doen om dat breder te promoten? Nou, ik vind, kijk, de vereniging zet het op de kaart. Nou, als de vereniging ergens om vraagt, je kunt niet om alles vragen, maar dat mag best wel... nagedacht worden. Ik bedoel, deze club ook, die heeft ook een moeilijke periode gehad. Help zijn club daarmee. En niet door alleen maar te zeggen, ja, wij doen dit en dat, maar help ze ook daadwerkelijk. En als er iets gevraagd wordt, probeer het dan ook te doen. En dat geldt ook, werk ook samen. Ik bedoel, eigenlijk dat is het meeste. Door samenwerking is het voor de gemeente makkelijker. Dat subsidiepotje is dan makkelijker te verdelen. Maar ook de clubs kunnen elkaar nog stimuleren. Bert, jij moet de raad in. Nee, ik ben eruit. Ik geef alleen maar een beetje raad. Maar ook hier de tennisclub, als ik te hoor van 225 leden, daar 200 leden. En dan hoor ik Mark, we gaan samen dingen opzetten. Nou, dat vind ik goed. Maar zo moeten ook de voetbalclubs doen, hier in Tiel. We hebben 4 voetbalclubs in Tiel. Ja, jij bent warme voorstander van samenvoeging. Samenwerking. Als opmaat naar. Ja, maar waarom lukt dat dan niet? Ja, we hebben het altijd over oud-zeer, we hebben het over, vroeger. Oud-zeer? Ja, mensen die zijn van een club en die willen niet met die club. En als ze daar samen gaan, dan ga ik niet meer kijken. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb het misschien al eens verteld. DFS op Heusden. Door fusiesterk, er waren 2 clubjes. Als die 2 niet samen gaan waren, dan was er nooit wat gebeurd. Maar nu spelen ze hoofdklasse. Nu spelen ze hoofdklasse. Ja. En als ze dat niet gedaan hadden, ze 4e klas blijven spelen. En wat was er dan gebeurd? Die 20 mensen die daar nog tegen zijn, daar hebben ze 100 andere mensen voor teruggekregen. Zo denk ik ook met asploegen. Daar hoeft nog niet direct altijd fusies te zijn, maar je kunt ook samenwerken. Mark, je had het op een gegeven moment, Mark Doeland, over het gebeuren van... joh, misschien moeten we wel eens met de jeugd samen wat meer opzetten. Maar dat kun je ook met senioren doen. En als je samenwerkt, ze zeggen al samenwerken, word je samen sterker. En dan krijg je ook een breedtevlak in het sportgebeuren. En nu is het allemaal eigenlijk een beetje voor onszelf allemaal. Wijze woorden van... zeker wijze woorden, maar ik zou zeggen, ja, de handschoenen oppakken. En dat moet je zeker ook een kans geven. Ja, maar het eerste is met zo'n sentiment, hè. Ja. Dat speelt dan meteen. Nou, ze willen dan zeggen, ja, helemaal voor, maar... dat sportpark, dat moet dan wel daar en daar blijven of met die en die kleuren. Ja, maar de kleuren zijn niet belangrijk. Nee. Kleuren zijn niet belangrijk. Ik bedoel, kleuren zijn helemaal niet belangrijk. Nee, en de locatie op zich ook niet, maar we weten wel de naam. Maar ik denk daar hebben we over nagedacht. Ja, het nieuwe sportpark, weet je dan nog? Hoe zouden we dat nieuwe sportpark gaan noemen? Ja, Grote Henk. Ja, van WKE. Ja, Grote Henk moet je dat gewoon noemen. Maar dan, en dan komt dat helemaal goed. Maar dan zou je naar Henk Driessen verhoren. Want dat is Grote Henk. Als jij dat wil, helemaal goed. Nee, maar ik denk, hoe het de sportpark ook gaat heten. Het gaat erover dat de clubs samenwerken moeten doen. Dan is het ook wat gemakkelijker voor de gemeentes. Hè. Ik roep in het begin wel van de gemeente moeten wat meer doen. Maar als je samenwerkt, kun je uit dat potje samen veel meer doen natuurlijk. Hè. Laten we daarvoor opstaan. Wijze woorden. He? En laten we daarmee afronden. Hoe wil je die? Ja, nou, ik wil toch nog wel even hier op Groenendaal terugkomen. Hè. Nou, dat is goed. Die mensen die organiseren hier al jarenlang het Tinstad-toernooi. Hè. Mm-hmm. Dat is maar niet zo'n toernooitje geweest. Hè. Daar hebben mensen die in de top van Nederland... Paul Haarhuis, Dogger, Schapers, Elting, Martin Koek. Kom ik even terug op Martin Koek. Mm-hmm. Want daar wil ik mijn verhaaltje even mee afsluiten. Yeah. Voetbal of tennis was vroeger een onbereikbare sport voor een voetballer. Mm-hmm. Was hiërarchie. Ja. Ja.
Nou, goed. Martin Koekum in Tiel met Klaas Visser, grondleggers van de tennishal, onder andere in Tiel. Martin Koek voetbalde namelijk met Jolen. En Martin Koek was slim. Die dacht, ik moet die hal vol hebben. Dus die ging zeggen, joh, voetballers kunnen ook tennissen. En dat wil ik met mij zeggen, en Mark gaf het straks ook aan. Als je balgevoel hebt, kun je elke sport. Daarom kan Geert ook maar het beste blijven fietsen. Die gaat tennissen. Hey Bert, Mark, bedankt. En natuurlijk ben je er de volgende maand weer bij. Hè? Ik ben erbij, als je me uitnodigt in ieder geval. Ja, ja, dat ga ik zeker doen. Hey Gert, en wij gaan weer op voor de volgende aflevering. Hè. Dan staat ook het wielrennen weer centraal. Oké, op naar Sportcafé Rivierenland in de volgende maand. Graag, tot dan.